Hallo allemaal, we hadden al eens een video gemaakt met Nele van ons Customer Success Team, maar vandaag heb ik een nieuwe gast in de reeks Who's That Girl? Caroline Valvekens, met Hero Caroline. Ja. Welkom. Hallo iedereen, dank je. Caroline, je hebt al enige jaren in sales ervaring. Misschien een korte retrospectie? Ja, ongeveer nu een 12 jaar op de teller staan. 12 jaar geleden begonnen bij de Nationale Loterij. Waar dat ik uiteindelijk 7,5 jaar heb gewerkt, heel wat eerste ervaring opgedaan en dan 4,5 jaar geleden bij het toenmalige Content Crackers terechtgekomen, ja. Bij jou en bij Sander. En ook heel de evolutie meegemaakt van Content Crackers naar WebHero, WebHero geboren zien worden. En 4,5 jaar later zit ik hier nog met veel plezier. Ja, bij Content Crackers was dat nog Smoothie, hè? Ja, inderdaad. Smoothie, WebHero geworden, heel de evolutie. Hoeveel bedrijven heb je door de jaren heen aan een nieuwe website geholpen? Weet je dat nog? Ik weet dat heel goed. 403 om precies te zijn. 403, dat zijn ongeveer 100 per jaar. Ja. Nu geschat. Nieuwe websites, hè. Ja. Nieuwe websites, ongelooflijk eigenlijk. Ja. En allemaal zelf gebouwd. Ja, en super fijn. Ja. Ja, dat is straf. Hoe zou je uw rol vandaag omschrijven? Mijn rol vandaag is geëvolueerd naar de rol die ik had toen als ik hier ben gestart. En vandaag ben ik Web Advisor Manager binnen WebHero. En mijn rol is dus echt het verder helpen van ons sales team. Die mensen zichzelf laten verder ontwikkelen. Ja. Zorgen dat alles van sales, dat goed zit. Dat wil zeggen de sales meeting organiseren, iedereen individueel opvolgen, coachen, inderdaad, tot opvolgen aan cijfers die mensen helpen bij projecten of in meetings, dus heel variërend. Ja, je zegt ook web advisor, hè? Ja. Mensen denken sales team, web advisor. Mm. Ja, daar zit een verschil in. Het woord sales, in mijn ogen, kan daar heel wat onder vallen. Wij spreken over web advisors, waarom het adviserende stukje is cruciaal bij WebHero, is super belangrijk. Ja. Ja, klopt. Omdat dat heeft te maken ook met onze missie natuurlijk. Hè. Ja. Binnen jouw rol als manager, waar krijg je het meeste energie van? Het meeste energie krijg ik zeker van uiteraard de sales verder helpen. Als die bijvoorbeeld struggelen bij bepaalde projecten. En als je daar dan zelf het gevoel hebt van, nu heb ik iets gedaan waarmee dat ik de klant heb verder geholpen. Maar waarmee dat je ook op dezelfde moment iemand van sales team hebt verder geholpen en dat je weet van de volgende keer gaat dat anders of beter lopen en is daar weer een stukje meer kennis. Dus vind ik heel fijn. De coaching eigenlijk. De coaching, ja. Oké, en op maandag hebben we dan de sales meeting. Hè? Ja. En mensen die aan sales denken, ik denk dan dat ik aan de Wolf of Wall Street heb. Ja. Zit jij dan voor de groep? Zeker. Nee? Soms een beetje. die sales meeting is natuurlijk super belangrijk. Hè? Ja. Cijfers zijn uiteraard altijd belangrijk in elke organisatie. Wat niet wil zeggen dat ook de typische sales zijn zoals in die film, die dat wij zoeken of die dat passen binnen ons bedrijf eigenlijk helemaal niet. En sales denken vaak mensen zijn van de sharks, noemen wij dat, die achter elke lead aangaan. Zijn dat de mensen die jij zoekt voor je team? Nee. Nee, ik ben zeker niet op zoek naar van die sharks. Eerder echte sales die spontaan, dynamisch, die dat willen werken wel uiteraard. En die dat willen en kunnen werken in een super gestructureerde onderneming, want dat zijn we wel. En als puntje bij paaltje komt, moeten die uiteraard voor bepaalde KPI's en cijfers moeten kunnen gaan, want dat is heel belangrijk in ons bedrijf. Maar echt zo van die hunting sales, dat past niet. Omdat we dan het belangrijke stukje, dat adviserende, verliezen we dan. Ja. En wij willen echt een relatie met onze klant opbouwen op lange termijn, zeg maar. Ja, want natuurlijk, we doen ook veel aan marketing, hè. We maken video's. Ja. We doen ook veel advertising, webinars, we doen alles. En natuurlijk moeten de web advisors zelf een beetje leads gaan zoeken. Maar anderzijds zijn er ook veel binnenkomende leads die moeten opvolgen. Hè? Ja, dus daar heb je dat sharky niet voor nodig, denk ik. Hoe is die verhouding ongeveer?
De KPI's dat een webadvisor bij Webio heeft, die zijn natuurlijk heel transparant, kwartaal per kwartaal. Maar het grotendeels is natuurlijk wel de inbound leads, dus de marketing leads, die verwerkt moeten worden. Ja, okay. Wat niet wil zeggen dat die kleine KPI voor eigen leads, dat die wel belangrijk blijft, maar daar blijft de sales misschien ook fris door. Dus, Ja, dat klopt. Ja. Je hebt het net al gezegd van ja, dat adviserende is heel belangrijk. Mm-hmm. En je zegt van ja, dat is ook een zo'n missie. Leg dat een keer toe. Waarom is dat zo belangrijk? Goh, waarom is dat belangrijk? Onze missie is zelfstandige kleine ondernemingen online verder helpen. Hè? Die met gelijke wapens, zo zeggen wij dat altijd, laten strijden tegen bijvoorbeeld grotere bedrijven. De dag van vandaag is dat cruciaal dat die zelfstandige kleine ondernemingen, dat die gewoon professioneel online aanwezig zijn. En er zijn heel wat mensen dat daar, ook al is dat een hype geworden online, dat daar zeer weinig kennis over hebben. Mm-hmm. En een webadvisor bij ons, die moet echt wel kunnen elke ondernemer correct adviseren. Wat wij nooit zullen doen, is een ondernemer iets bijna letterlijk verkopen, omdat wij willen verkopen, dat doen wij niet. Gebeurt dat zo? Dat je dat zegt van, het is geen match? Zeker, maandelijks. Ja. Dat gebeurt altijd, dat ondernemers een aanvraag bij ons doen en dat die bepaalde noden hebben of nood aan bepaalde tools of heel specifieke op maat gerichte zaken bij webshops bijvoorbeeld, bij e-commerce. En dan zeggen wij ook echt van, kijk, ik denk niet dat wij voor jullie voor jou de beste partner zijn. Ja. Maar die appreciëren dat dan wel super hard, omdat je gewoon heel eerlijk bent van in het begin. Mm. Daar zijn wij wel goed in bij WebHero, om wel echt te detecteren van wie is een ideale WebHero-klant. Iedereen is welkom bij ons, maar we gaan daar heel eerlijk in zijn. Ja. Dat komt door onze procedures waarschijnlijk, dat we dat vroeg hebben leren detecteren. Ja. Absoluut. Oké, we zijn altijd wel op zoek naar jong talent, sales of adviserend sales talent. Ja. Worden die er gewoon ingesmeden? Nee, dat zou niet gaan. Nee. Dat zou niet goed komen. Nee. Daar gaat een pittige opleiding aan vooraf. Een opleiding dat houdt heel veel in. Hè. Opleiding over de digitale wereld uiteraard, over WebHero, over onze producten, onze diensten, over sales zelf. Dat is heel belangrijk, zodat je sterk, eenmaal dat de praktijk begint, dat je daarin kan starten. Ja, oké. Top. Hoe ziet een dag eruit van sales? Dat is een vraag die ik heel vaak krijg. Mensen denken van, misschien is het wel iets voor mij, maar ik weet het niet goed. Hè? Ja. Hoe ziet zo'n dag eruit? Elke dag ziet er anders uit en ook elke week ziet er anders uit. Er zijn natuurlijk wel bepaalde taken die dagelijks of wekelijks terugkomen, zoals uiteraard het klantencontact van A tot Z. Een webadvisor is wel het commerciële gezicht, zeg maar, van WebHero. Dus dat klantencontacten, meetings, mails, calls, administratie uiteraard, dat erbij hoort. Ja. Bouwen van demo's, want dat doet een webadvisor bij onszelf en dat is superbelangrijk. Misschien kort toelichten, een demo? Wat is een demo? Een demo is een eerste opzet van een website of een webshop die wij bouwen om naast de offerte te kunnen voorstellen aan een ondernemer, dat je een perfect beeld hebt van dit is wat WebHero voor mij kan betekenen. Mm-hmm. Werkt super. En dat kost geld? Nee. Nee. 100% gratis en vrijblijvend. Goed, oké. Dus de sales, zal ik het eventjes noemen voor de gemakkelijkheid, die bouwen de websites? Ja, die bouwen de websites. Ja. Uiteraard is dat een fantastisch ontwikkeld platform door onze eigen developers. Maar de sales inderdaad bouwen de websites en de webshops zelf uit. Dus je moet graag adviseren, graag verkopen en ook nog eens eigenlijk graag websites bouwen. Hè? In ons eigen platform. Hè? Dus er is geen technische kennis voor nodig. Ja. Nee, zeker niet. Mensen die graag deel willen uitmaken van jouw team, wat moeten die doen? Die kunnen altijd surfen naar onze website, webhero.be. En daar kan je heel gemakkelijk doorklikken naar onze vacatures. Ja, en staat onderaan. Daar kan je dan de vacature van WebAdvisor terugvinden met dan de juiste contactgegevens. Ja,
de inhoud staat er ook heel goed in omschreven. Ja. En we hebben dan een aanlooptraject, zal ik het nu even noemen. Ja. Hè? Een opleidingstraject. En het eerstvolgende, de run start, hopelijk. Hopelijk mei. Ja, oké. Ten laatste juni. Maar dus niet te lang wachten. Nee, zeker niet te lang wachten. En die mensen die krijgen coaching van jou. Ja, die krijgen coaching van mij. Voilà. Met veel plezier. Introductie van onze web advisor manager, Carlien van Vekens, alsjeblieft.